dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Echt zo ongelooflijk lekker. Alleen nu wil D dat ik mijn bed uitga. Dus wat heeft ze nou gedaan? Heeft ze de douche aangezet, zodat ik wel uit bed moet. Want het is zonde om die douche de hele tijd aan te laten gaan staan. Goedemorgen. Echt even heerlijk hè, zo'n frisse douche in de ochtend. Daar word je ook wel het meest goed wakker van, denk ik. Of nou ja, misschien tenzij je een emmer koud water over je heen krijgt of zo. Maar lijkt me niet een hele fijne manier om wakker te worden. Maar goed, weet je wat hier is gebeurd? 2 dagen geleden, toen werden wij ook wakker en was er geen stroom in het hele huis hier niet. Blijkbaar is er gewoon een stopcontact met deze lader is gewoon ontploft. Echt sick. Dit is gewoon jouw iPhone-oplader. En die is gewoon gloednieuw, hè? Want jij hebt net... Hoor je dat? Ja, je hebt net je iPhone 7 nieuw. Ja. En deze oplader is gewoon ontploft hier. En niet alleen dit is helemaal zwart, hier zo, maar ook het stopcontact. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Terwijl dat zo hoort te zijn. Kijk, dat is nogal een verschil. En ik laat echt altijd mijn telefoon op daar. Dus het kan niet zijn dat het aan het stopcontact ligt. Want het gaat gewoon al een half jaar goed. En ik stop 1 keer de nieuwe oplader erin en het gaat fout. Dus ik ga maar even terug naar de winkel. En ik ga me maar even aankleden, want het raam staat open. En het is weer goed koud vandaag. Zo schat, even krabben voordat je gaat fietsen, hè? Oh, dat wordt zo koud aan mijn kont. Yep. En bij mij ook. Noe. Ik heb ook nog helemaal geen handschoenen. Die heb ik nog helemaal niet gekocht. Dus misschien moet ik die maar eens even gaan kopen. Dit wordt geen nieuwe oplader voor D. Maar wel nieuwe handschoenen voor Enzo. Want we hebben een klein stukje gefietst en... Brrr. Dit is ook lekker hoor. Dit is zo'n thermobroekie. Dat doe je dan onder je normale broek. En dit had ik altijd aan toen ik nog bij een pizzatent werkte. En toen ik altijd pizza's rond moest bezorgen op de brommer. Dan was zo'n thermospakkie, dus niet alleen een broek, maar ook zo'n lange mouw, was echt, nou niet verplicht, maar was echt heel zwaar aangeraden. Want anders dan redde je het gewoon echt niet. Dave, wil je ook een ijsje? Ja, ik lik wel mijn eigen handen. Shoutout naar Eno en Joost. Ja, ja, ik zie je. Nou, zit er wat tussen? Nee. Nee? Amasea, namana, manana, amasea, masama, namana, maar... Maar schatje, dit staat jou toch hartstikke cute. Hier, deze pas je wel. Dit is best schattig. Maar is het ook lekker warm? Nou, op zich, het past wel. Ik zit te twijfelen of ik een muts wil, maar ik heb geen mutshoofd. Dat is mijn struggle. Oh. Laten we een muts voor mijn eigen hoofd pakken. Oh, dit is ook lekker. Dat heb ik altijd met windsport onder mijn helm. Maar dan minder dik. We zijn serieus heel zeist aan het afgaan voor goede handschoenen. Alleen we kunnen ze maar niet vinden. En nu zeg ik al de hele tijd tegen D. Laten we nou naar een sportwinkel gaan. Daar heb je goede handschoenen. En dat wil ze pas als laatste doen. Dus niet gevonden. Nee. Gaan we naar de sportwinkel. Het lijkt erop dat ik gelijk heb. Allemaal handschoenen hier. Zowel thermohandschoentjes. Ik wist geen eens dat die bestonden trouwens, thermohandschoentjes. Maar die heb je hier, dat is echt ideaal. Maar D denkt dat dat te warm voor Quinn is. Dus hebben we voor Quinn gewoon van die dunne wollen handschoentjes gehad. Van zulke handschoentjes. Dus ik denk dat Quinn eerst denkt van, hé, waar zijn ze nou? Want de wedstrijd is ondertussen begonnen. Maar Quinn, we zijn heel zeist voor je afgegaan voor handschoenen. En we hebben super vette handschoenen nu voor je gevonden. En zelf heb ik die thermohandschoentjes gehaald. Ik ben heel erg benieuwd hoe mij dat gaat bevallen. Maar missie is geslaagd. En zoals ik al vanaf het begin zei, ga gewoon naar een sportwinkel. Dan heb je meteen gescoord. Oké, schatje. Lekker koud nog steeds? Ja. Maar... lekker handschoentjes. Yeah. En dit is zo chill aan zo'n stoplicht. Als je zo'n soort van wachttijd hebt. Zoals hier. Dus we weten gewoon hoe lang we moeten wachten. Ik ben echt zo benieuwd of dit een beetje goed werkt. Maar kom op. Het moet gewoon worden. Ik wil naar Quinn zijn voetbal kijken. Holy moly. We zijn nog net op tijd. Maar check wat voor vette handschoenen ik voor je heb gekocht. Nice man. Alsjeblieft man. High five man. Let's go. Succes. We zijn echt nog net op tijd. We zouden eigenlijk al lang begonnen zijn. Maar goed, een beetje vertraging is voor ons wel een luxe. Dus we zien de wedstrijd nog vanaf het begin. We staan hier nu zo'n 1,5 uur. Het staat 1-0 voor de tegenstander. Ik heb heel erg veel gefilmd. Deze keer niet voor mezelf, maar voor Quinn. Maar ik moet zeggen, de bal gaat er voor Jonathan niet in. Nee, maar ze hebben wel nu weer eventjes een aanval. Maar nee, dat loopt niet, nee, goed af. Loopt niet goed af. Het is echt balen. We staan 1,5 uur... Ze zijn echt niet slechter. Nee, alleen we zijn 1,5 uur lang hier nu kou aan het leiden. Ja, dat wel. En dan hoop je toch dat Jonathan scoort. Maar kan niet altijd winnen. Gun het. De scheids, moet ik zeggen, die is wel echt geniaal. Ja. Die is heel erg leuk. Shout-out naar de scheids.
Penalty! Oké. Penalty voor Jonathan. Yes. Mooi erin geschoten hoor. Deed hij heel kalm. Nu staat 3-0 hier. Yay. Maar goed, bij de wedstrijd van Quinn. Er was nog één allerlaatste kans in de tweede helft. Dat was op het einde. Er was nog een vrije trap. Kijk maar even. Dit voelt zo lekker voor mijn handen. Dat doet gewoon een beetje pijn, omdat ze zo koud zijn en dan maar zo warm. Ja, je moet ze weer even goed bewegen. Nog even mijn mondhoeken schoonmaken, want ik heb net een broodje pindakaas gegeten. Een beetje broodje pindakaas. Maar goed, ik hoorde allemaal muziek vlak langs mijn huis gaan. Toen dacht ik, hey, ik ga even naar buiten. De intocht, dames en heren, ja. En wij gaan even kijken. Dit is blijkbaar de eindplek waar ze allemaal samenkomen. Alle Zwarte Pieten en Sinterklaas. En dit is dan de eerste keer dat er een intocht is. En het ziet er altijd leuk uit. Het is altijd één gezellige boel. Wat is dit nou, Bump? Wat is dit nou? Wat is dit, Bump? Bumpy die heeft geen idee wat er gebeurt, joh. Wat een goede sfeer zat erin, zeg. Echt super leuk vind ik dit om altijd mee te maken. En nu ben ik aan het genieten op de terugweg van lekkere pepernoten. Dus nogmaals, dankjewel Zwarte Piet. Ze zijn echt heerlijk. En Bumper die heeft ook Zwarte Piet gezien. En Sinterklaas. Jij zit alleen met de aas op mijn pepernoten. Toe maar. Oh, nee. Ik liet op ongeluk een vallen sukkel. Ik wees daarheen van toe maar. Bump. Hup. Toe maar. Nee, nu wil hij natuurlijk die pepernoot. Dat gaat er niet worden, dat is niet goed voor jou, Bump. Dat is niet goed voor jou. Je krijgt straks wat lekkers thuis. Niet zo zielig kijken, ik krijg geen medelijden met je. Nee. Kijk maar. Niet van zo dichtbij. Je bent zo'n lekker ding. Je bent zo'n lekker ding met jouw lekkere oortjes. Zijn lekker aan het chillen op de bank met Bumpy. Oh, ik heb zo lekker gegeten. Jij ook, hè? Laat eens ruiken. Bumper stinkt altijd zo uit je... Bumper. Is hij hem nou kwijt? Ja. Zit hij hem nou niet? Nee. Bumper, kijk. Koekje? Kijk, ja, Bumper daar. Mijn hand. Kijk, kijk. Domme hond. Kijk. Daar. Hey. Daar. Acrobatische hond, hoor. Ja. Doe maar poot. Is het die? Nee, is het niet. Oh, sukkel. Poot, andere. Andere poot? Andere poot. Andere poot. Deze poot. Ja! Ja, goed zo! De eerste kantje het fout, de tweede kantje het goed. Komt die Bumper, hè? Blijf, Bumper. Blijf. Doe pak maar. Hem maar. Hoe voelt dat nou? Heerlijk. Hij graaide hem ook gewoon helemaal niet met liefde of zo. Gewoon hap. Love you too, hondje. Hap slik weg, hè. Het was een heerlijk dagje vandaag. Hopelijk hebben jullie allemaal enorm genoten van deze vlog. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie bazen morgen allemaal bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.